je zegt over een uurtje barst het los. Het is eigenlijk al losgebarsten. Rijen dik staat het hier op Vredenburg. Er staat op het podium nu een band. Maar daar worden straks alle 23 teams gepresenteerd. Dan kunnen we de kuiten bekijken. Hoe staan ze erbij? 8 mensen per team worden straks hier gepresenteerd. De Vuelta is gearriveerd in Utrecht. Zelf was ik natuurlijk ook de hele week op pad. Ik ging de hele provincie door met de bakfiets. Vanmorgen reed ik de laatste kilometers. Ik reed Utrecht binnen. Ik reed de laatste kilometer van het parcours zaterdag. Ze komen aan op de Uithof. Gelukkig hoefde ik dat niet alleen te doen. Ik deed het met Nelly Voogd. Ze is voorvechter van het vrouwenwielrennen in Nederland. Hier gaat het gebeuren. En ik zie dat er nog een kleine afdaling in zit. Toch nog een afdaling, Nelly. Ja, precies. In die laatste kilometer moeten we toch de nog Grebbeberg, eventjes... De Amerongse berg en het fietstunneltje. Ja. Maar je merkt het aan hoe je rijdt nu. Je hebt de vorm opgedaan van de week. Ja. Nelly, jij bent voorvechter van het vrouwenwielrennen in Nederland. Hoe is het gesteld met het vrouwenwielrennen in Nederland? Nou, je ziet dat dat echt afgelopen jaar, volgend jaar bestaan we vanuit vrouwenwielrennen 25 jaar. Mm-hmm. Nou, als je dan kijkt hoe het toen was en hoe het nu is, en ook zeker in een stad als Utrecht, dan is er zoveel veranderd. Ook alleen al qua aantallen vrouwen op de fiets. Ja. Dus ja, dat is het enorm. Het heeft een vlucht genomen. Ja, zeker hier in de stad fietsen heel veel vrouwen. En vind je het niet tijd voor een grote wielerronde hier in de stad? Voor de vrouwen natuurlijk. Ik hoorde dat van de week ook. En ja, wat ik mooi zou vinden is als we kijken naar wat heeft de vrouwenwielrennen nou als volgende stap nodig. Ook als het gaat over grote evenementen. En ja, misschien is dat een ronde in Utrecht, maar misschien ook niet. Hier de mannen, ze gaan finishen hier. We komen eraan. Ik zou toch een beetje aanzetten als ik jou was, want anders toch gaan wij niet als eerste over die streep komen. Ja, maar er staat nog helemaal niks, joh. Nee, maar ik zie daar wel wat. Wij maken daar de finish van, dat gaan we gewoon doen. Oké, nou, ik zou zeggen, gas erop. Nog eventjes alles. Maar moeten we niet... Kom op. Die laatste metertjes. Oh, ik heb zo'n pijn aan mijn benen. Kom op, nee, dat kun jij doen. Door die pijn heen. Handen aan het stuur, hè? Dan gaan we hier als eerste op de finish. Ja. Echt, die anderen staan het gehaald. Niet op de foto. Nee, dat heb jij wat heel nou mannen als gedaan. Eer. Ja, nee, dat is, ze zijn in geen velden of wegen hier te zien. Ja, de mannen waren daar niet te bekennen, maar die zijn hier dus straks wel te bekennen. Ze komen, als het goed is, van die kant aan. Dan gaan ze naar het podium. Dan laten ze zelfs zien aan het publiek. Maar dan is het nog niet klaar. Nee, dan gaan ze hier zo naar beneden. Die steeg in. En dan eindigen ze op een bootje in de single. Want ja, als je er dan toch bent, dan kan je meteen even een rondje maken. Maar voordat de mannen er zijn, staat daar straks nog een gastvrouw. Dat is ze natuurlijk. Burgemeester Sharon Dijksma. En ik sprak haar vlak voor deze uitzending. Wij zetten onszelf daarmee ook echt internationaal weer op de kaart. We zijn de eerste stad wereldwijd die na de Giro d'Italia en de Tour de France nu ook het startschot mogen geven aan de La Vuelta. Dus ja, dat is iets om super trots op te zijn, denk ik. Ja, een super trotse burgemeester. En hopelijk wordt het dan de komende dagen ook echt feest. Morgen komen de mannen voor het eerst in actie. Ze gaan een ploegentijdrit doen vanaf de jaarbeurs. Keihard chasen door de stad. Willen we dat allemaal volgen? Ook dit verder spektakel. Daar staat mijn collega van de radio. Het is ook daar allemaal te horen. En ook op de televisie. Morgen de mannen. Jet, veel plezier daar en dankjewel.